Hoi, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ja, ik ga jullie vandaag meenemen in een kringloopshop van het Leger der Zeils. Die zat in Roes. Ik zal nog plaatjes voordat ik de video ga starten er nog even bij doen. Zodat jullie kunnen zien hoe de voorkant eruit ziet. Die heb ik dit keer niet gefilmd. Waarom dat ik de binnenkant en de voorkant, nou de binnenkant wel, maar de binnenkomsthal niet heb gefilmd. En de voorzijde is omdat de privacy van de mensen die daar komen om brood te halen en andere dingen, zou ik maar zeggen, om die gewoon in de privacy te laten. Dus, maar er was nogal druk bij de binnenkomsthal, omdat er vers brood was neergelegd van de bakker. En daar zijn mensen die kwamen dat ophalen. En dat vind ik dan een beetje zonde om dat gewoon in beeld te brengen. Dat is gewoon privé, dat is gewoon voor mensen het eigen belang. En dat ga ik niet op beeld zetten, dat doe ik niet, nee. Dus ik zou zeggen, veel kijkplezier. En achteraf, ik heb natuurlijk wel wat meegenomen, dat staat hier. En spannend, dus heel veel kijkplezier. In de tussentijd doe je alvast een duimpje omhoog, abonneer op mij, dat zou ik superleuk vinden. En laten we beginnen met kijken. Moppie, ik heb leuke siroopglazen gevonden. Maar ze zijn wel heel dun hoor.
Dan heb je wat gevonden. Nee, nog niet. En dan met lange mouwen staan aan de andere kant zeg ik de kotjes. Ja. Oh, dat is een leuke blouse. Het zou op zich nog aan kunnen. Dat is een M.
Nee. Die is lekker dunne luchtig. Wat is wat? Zie je? Twee rotjes. Die zijn lekker dunnetje. Nee, je mag hem ook iets passen als je wil. Dan moet je wel mee. Nee, ik doe ze niet aan. Ik vind het gewoon schattig. Je moet voor je eigen. We kennen het. We hebben een tackle. Ik kom ook niet uit dat bommetje. Zo, was ik weer. Ja, voor mij was het natuurlijk even gewoon even van een beginstukje uitzetten en we beginnen weer opnieuw. Goed. Nou, ik laat jullie zien wat ik gekocht heb aan jullie. Ik zet het even hier zo vol op de grond. Laten we eerst beginnen met het leukste natuurlijk. En jullie hebben geëindigd. Ja, ik heb hem gekocht. Oh, pas op voor mijn kroonluchter. Ik heb hem gekocht. Het is geen echte hoor, dames en heren. Ja, het is een Prada-tas voor 5 euro. Kijk, 5 euro. En het is geen echte hoor. Nee, kijk, ik kan het hier gewoon laten zien aan de binnenkant. Het is gewoon, er staat helemaal geen niks aan de binnenkant van extra Prada of een lipje of een dingetje. Helemaal niks. Nee, helemaal niks. Maar het ziet er wel heel netjes uit. En zo, dus helemaal schoon en verzorgd en zo, weet je wel, wat niet veel gebruikt is. Gewoon puur voor de sier. Dus het is gewoon een dupe, dus geen echte, maar ja, ik vond hem wel leuk. Nou ja, is hij mij nooit zo lopen, dat zal hooguit zo worden dan. Zo. Als ik hem in zou lopen natuurlijk. Maar ik vind het gewoon leuk om te doen, plus ik vind het een leuke aankleding voor mijn studiokamer of voor mijn slaapkamer of kledingkamer. En mocht ik het beu zijn en die kleintje, of die twee, een van die twee kleintjes worden wat groter, hebben ze een leuk tasje. Ja. Maar wat ik zo leuk vind aan deze Prada-tas is de werkkindje die erop zit. Op de tas zelf. Het is ook vrij wat zachtige van structuur en zo. Dus hij is wel helemaal netjes. Geen kraklijntjes, helemaal niks niet. Dus voor de rest is hij nog goed. Zelfs de onderkant, kijk, gewoon helemaal nog netjes. Dus die ziet er gewoon goed uit. Maar het is gewoon een appert. Maar dat geeft niet. Ik ben er gelukkig mee. En daar gaat het om. Oh, andere kant op. Dus ik ben blij. Gewoon simpel. Goed. Ik zet hem even daar. Oh nee, hang hem even daar aan. Goed. Dan heb ik hier nog een korte broek voor mijn mannetje gevonden. Die is van... Iso. Adidas. Het ziet er nog zo goed als nieuw uit. Hey, bijna weinig gedragen. Je ziet ook de dingetje. En die was 2,50 die korte broek. Kijk, 2,50. Dus misschien zou ik hem zo ook nog wel aan kunnen, denk ik. Wie weet. Ja, het ziet er gewoon nog helemaal netjes uit. Gewoon echt of dat hij nog bijna niet gedragen is. Dus mijn mannetje heeft er weer een korte broekje bij. Dus die kan van de zomer gewoon lekker zijn gang gaan. En het volgende. Ik moet hem even goed ruimen, want ik heb het gisteren even allemaal even gepast of ik het paste. Ik pas het. Zo. Kijk, ik heb een polo. Ja, dit zijn allemaal polo's van mij. Het zijn waarschijnlijk gewoon mannenpolo's. Maar ik vind dat lekker zitten een polo. En mannenpolo's die zijn wat langer.
dan vrouwenpolo's. Die hebben altijd tot dan een bepaalde en dat houdt het dan mee op. Dus ik heb een polo. En dat zijn, noem je dat? Basic Fits. Ja, ik moet hem even naar beneden houden. Van de Sena. Dus, ja. Gewoon een net polootje met een printje. Dan heb ik er nog één. Moet ik ook weer even goed draaien. Ik was even snel gisteren. Even goed draaien. Die waren allemaal 2 euro, die polo's. Kijk, ik zal het je nog even laten zien. Kijk, 2 euro's. Focus, 2 euro's. Dan heb ik hem nog in het paars. Donkerpaars. Ook met zo'n strepenlijntje. Het is van hetzelfde. De Basic van Sena. En dan heb ik hier zo nog één. Oh. Zo. Ik had het al van tevoren wel even recht kunnen doen. Hè? Ja, I know. Zo. Doe ik maar even de bovenste knopje hem even dicht. Dat ziet er toch wel beter uit. Kijk. En lichtblauwe polo. Ook van... Nee, dit is de ANWB merk. Die verkoopt de ANWB. Dat is die. Die moet ik ook even richting. Ik heb het allemaal aangepast en dan al gewoon over uitgetrokken. Zo. En die zal ik daar ook allemaal nog wel in beeld laten zien. Hoe dat eruit ziet. Kijk, en hier heb ik er nog zo eentje, zo'n basic, ook 2 euro. Maar dan in blauw. En de laatste, ook blauw. Die is ook een basic. De een heeft wel een borstzakje voor en de ander niet. Kijk. Maar deze heeft een borstzakje. En deze is ook die... ook van de Sena, dat merk. En die was ook 2 euro. Allemaal 2 euro'tjes. Dus die zal ik zo voor jullie dadelijk nog even showen. Dus komt dat achter dit video. Dan vond ik nog voor mijn mannetje nog een blouse. Die heeft hij niet gepast, maar ik vond het wel zo leuk. Deze is heel dun. En die is van de Wee. Wie, wat, waar, hoe. Maar ik vond hem zo leuk en die was ook 2 euro. Kijk, even goed draaien. Nou, 2 euro. Het is lekker dun stofje. En dan had hij nog een blouse, die vond ik ook wel leuk. Even een beetje vastsoneren. Wacht, misschien als ik het zo eens doe. Even kijken. Die zo. En als ik er nou eens even een kledinghanger op pak. Zo. Dan blijft die broek misschien wat beter om te laten zien. Kijk. Ik denk dat dat beter is. Met borstzakjes aan de voorkant. En de achterkant heeft hij dit. Oh, pas op, mijn kraan ligt er. Hartstikke leuk, toch? Ja. En dat was ook 2 euro. Nicholson heet het. Ik vond het leuk. Ja, ik vond het leuk. En we hebben zijn weer geslaagd, vond ik zelf. Dit keer is iets voor mezelf. Polo's voor van de zomer. Ik denk niet dat er polo's zijn dat ik gewoon hele dagen gewoon zo mee loop. Maar wel lekker om mee te klussen en... misschien daar voor het verhuizen en zo. Daar heb ik gewoon even een verzoenlijke. Mezelf gaat hou ik hem ook zo. Who knows? Who knows? Dus we zijn weer geslaagd. Vind ik zelf. Toppie. Dus ja. Ik ben blij. Ik hoop dat jullie het ook leuk hebben gevonden natuurlijk. Dus doe dan zeker een duimpje omhoog. Ik zal ze er nog even passen. Nou ja, passen niet. Ik zal ze nog even aantrekken. En dan hou ik ze even voor de spiegel, dat jullie het kunnen zien.
Weet je wat, dat doen we de volgende keer wel. Ik moet ook nog een kookvideo opnemen. Ja. Dat houden jullie nog van mij te goed. Dat passen. Want ik wil binnenkort nog even mijn kledingrekken laten zien. Wat ik aan kleding op dit moment allemaal bij elkaar heb. Dus vinden jullie dat ook leuk. Want sommigen zeiden van... Die merkkleding, misschien is het allemaal, zit er misschien wel neppers tussen. Ja, al was dat er neppers tussen, maakt mij niet zoveel uit. Want dat boeit me toch niet. Maar dan kunnen we misschien met z'n allen dus eens even gaan bekijken. Toch? Of het echt is of het doep. Nou ja, ik heb sowieso doeptassen. Want ze zijn niet echt. Nee. Dus, en dat vind ik helemaal niet erg. Het gaat gewoon om de leuke en de dingen die je eraan hebt. En de kinderen dadelijk er ook nog een hoop plezier is. Heb ik er nog een beetje plezier van door het gewoon als een soort aankleedaccessoires te hebben. Want ik zie mezelf toch niet 1, 2, 3 door mee over straat lopen. Maar ja, ik vind het toch wel leuk om het even neer te zetten. En als de meiden wat groter zijn richting echt tieners. Dan zeg ik van nou hier meiden, dan heb je ze. En dan zou ik zeggen veel plezier ermee. Dus, maar dan heb ik er even van genoten. En dan kunnen daarna de meiden ervan genieten. En dan kunnen ze mee naar school. En meer stappen. Of... Maar dan heb ik er nu eerst even van genoten. Want als ik het nu doe, dan zit het vol met Barbies en alles. Of het zit weer vol stift en dat soort dingen. Dus ik wil het nog heel even veilig houden. Een beetje dingen voor leuk voor de toekomst voor hun. Goed, nou. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Nogmaals, doe een duimpje omhoog. En ja, dan neem ik jullie graag weer bij de volgende. Maar ik moet zo dadelijk ook nog de kookvideo aspergesje nog opnemen. Jullie hebben hem al gezien. Maar ja, die moet ik nu nog wel op gaan nemen. Dus ik dacht, ik doe dit nog even afmaken. En dat terwijl ik dan met de asperges bezig ben, dan kan dit verwerken tot een bestandje. En dan kan ik daar allemaal zo verder mee werken, snap je? Goed, top dat je het allemaal snapt. Leuk! Nou, in ieder geval dankjewel voor het kijken. En ik zie je graag de volgende video weer. Dus bedankt voor het kijken. Doei!